kut Marokkanen, dat was van jou. Ja, dat was van mij. En daar ben ik natuurlijk aan alle kanten op aangevallen. Ja. En het ging om een groep Marokkaanse jongeren uit Amsterdam-West. Althans, niet eens Marokkaanse jongeren. Het is precies wat Mona zegt. Gewoon jongens die hier geboren zijn. Maar die het voor de hele rest van Amsterdam aan het verpesten waren. En ik zei, gebruikte de Amsterdamse uitdrukking, kut Marokkanen. Is het erger geworden? Ja, ik vind het wel erger geworden. Je kan het niet meten of het erger is geworden. Maar het gevoel is dat het erger is geworden omdat het... Het lijkt alsof de antipolen, de tegenpolen, de radicalisering meer en groter wordt. Waar de tolerantie minder wordt. Nou, je merkt dat op straat. Ik ben zelf Joods, ik ben op straat voor de duivel niet bang. Maar ik weet dat een heleboel mensen van de Joodse gemeenschap in Amsterdam op dit moment angstig over straat gaan. Omdat ze weten dat zodra ze iemand zien die denkt, hé, dat is een Jood, of hij nou een kippeltje op heeft of niet... Dat ze gewoon bang zijn. Dat ze denken, er gebeurt mij iets. Laat ik maar niet naar de synagoge lopen. Want er gebeurt mij iets. Dus het, weet je, het lontje is veel korter.